Hey ja, goeiedag. Goeiedag. Ik zie het, je hebt je hamster weer bij je. Ja, een andere hamster. Jij gaat nergens heen zonder je hond, hè? Nee. Nee, dit is één van de 12 die je hebt, geloof ik, hè? 11. Valt mee, hè? Lucas, die kijkt erbij van... Zal wel. Zal wel. Wat is dit voor een geheel? Tibetaanse spaniel. Oké. Okay. Die wordt ook niet groter? Nee. Die wordt niet groter. Dit is net een hamster. Iets. Kavia. Een goede grote kavia. Hey mensen, jullie hebben een album gemaakt. En we hebben deze week of deze maand de hele maand de actie. Als je donateur wordt, dan krijg je het album erbij. Lucas en Gea presenteren volume 1. Hoe zijn jullie erbij gekomen om dat te gaan doen? Hoe zijn we erbij gekomen? Je hoort dat de laatste tijd hoor je steeds meer artiesten die eigenlijk gewipt worden bij de platenmaatschappij waar ze bij zitten. Dat het gewoon niet meer uit kan, zeg maar. Er wordt te weinig geld gereageerd om door te gaan. En die mensen staan eigenlijk dan buiten de deur. Ja. Vervolgens hebben ze dus geen kans meer om hun singeltje in de winkel te krijgen. En de enige mogelijkheid hebben ze dan nog om hun plaatje op hun eigen site te zetten. Ja, ja. En als je dan niet zo bekend bent, wie kijkt daarop? Niemand. Niemand. Nee. Dus, en vandaar hebben we bedacht van, ja, hoe gaan we daarmee om? Ik denk bij mezelf, die artiesten nou gewoon gaan verzamelen. En dan eerst regionaal. En dan, ik ben nu al zelfs landelijk bezig. En dan maak je een verzamelalbum. Je zoekt natuurlijk wel kwaliteit bij elkaar. Iets wat leuk past. En dan geef je daar een cd-presentatie. En je geeft er wat rugbaarheid aan. En vervolgens ga je met music stores om de tafel. Zodat die cd in de winkel ligt. En dat is ons nou gelukt. Maar melden deze aankomende artiesten zich bij jullie zelf aan? Of ga je zelf op zoek? Of zie je ergens, denk je van, dit is leuk voor ons? Hoe werkt dat? Nou ja, overal waar wij komen, melden artiesten zich spontaan aan. En ik krijg ook telefoontjes. Limburg, overal komt de Andijk. Overal komen de telefoontjes weg. En er is natuurlijk ook wel af en toe iets bij dat je zegt van ja, die moet nog maar even een poosje dooroefenen. En, ja. En dat is niet goed genoeg. Die moeten natuurlijk wel kwaliteit, dat moet je wel waarborgen. Ja. Maar het gaat fantastisch. Ik ben nu met het derde album bezig. Ik heb het tweede ik vol. Oké. Okay. We zijn al met... En dat zijn totaal andere artiesten weer? Meest andere artiesten, ja. Ja, toch wel. Ja. Jullie gaan straks ook een tweetal nummers zingen wat op dit album staat. Dat zijn nummers die nergens anders te krijgen zijn, hè? Nee, alleen op het album. En wat zijn... Ja, daar komen we zo wel op terug. Verder, wie heb je nog meegenomen? Wie komen er nog meer optreden vanmiddag? Vanmiddag komt onder andere Kevin Paré nog langs. Mm-hmm. En duo Picobello, Jolie en Terry West. Oké. Okay. Lilian. En onze kleine die komt ook langs, Lilian. Oké, okay. Dus we hebben een aantal. Ja, je kunt niet allemaal innemen. Ten eerste heb je een beperkte zendtijd. En ten tweede, mensen moeten ook werken natuurlijk, hè? Ja, daarom. School en dat soort dingen. Dus, ja. Lucas en Gea. Ik van huis, nu ben ik weer even thuis. Het is een zwaar bestaan, ik kan het amper aan. Het is al zo ver en zo wel wacht, dat ik lichten heb van dag tot nacht. Maar ik kan het niet, ik red het niet vandaag. Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. We hebben al zo lang niet meer gepraat. Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. Ik jouw man en jij mijn vrouw zijn. Omdat het zo niet langer gaat, blijf ik thuis. Van jouw gezicht, 's morgens in het ochtendlicht, voelt het zo compleet, zoals geen ander deed. En ik weet wat jij doorstaat, wat er in jouw hoofd omgaat, maar dat zeg je niet, ik hoor het niet vandaag. Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. We hebben al zo lang niet meer gepraat. Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. Ik jouw man en jij mijn vrouw zijn. Omdat het zo niet langer gaat.
Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. Ik jouw man en jij mijn vrouw zijn. Omdat het zo niet langer gaat. Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. We hebben al zo lang niets meer gepraat. Vandaag wil ik de hele dag bij jou zijn. Ik jouw man en jij mijn vrouw zijn. Dat is zo niet langer gaat. Blijf ik thuis. Hey, hou die hond even vast, man. Ik heb steeds een broekspiebang.